Hashtag Kaag moet weg. Kaag uit Den Haag. Kut Kaag. Heks. Ik hoop dat vicepremier Sigrid Kaag de laatste dagen weinig op Twitter heeft gekeken. Eerlijk, buiten haar eigen D66 is Sigrid Kaag niet bepaald de meest geliefde politicus van het moment. Zelfs in het voorheen voetbalprogramma Veronica Inside werd ze bij haar enkels afgezaagd. Ze zitten dan een excuus aan te bieden, Kaag voorop. Maar Kaag die blijft, als ze door stof kruipt, toch een arrogante, hooghartige vrouw. Arrogant en hooghartig. Kijk, ik ben natuurlijk uiterst objectief. Maar ik heb ook bij mevrouw Kaag, als ze weer staat te oreren voor de camera, dat er iets raars gebeurt met mijn rughaar. Waarom is dat nou? Is dat fair? Ik bedoel, er zijn wel meer huichelaars in het team van Mark Rutte. Vaak wordt er gezegd seksisme. Succesvolle vrouwen worden niet geduld. Maar ik heb zelf altijd vrouwelijke directeuren gehad. Vond ik prettig. En Liliane Ploemen, opperhoofd PvdA, heb ik nooit koud of arrogant horen noemen. Ik heb zelfs gedacht aan haarkleur. Vrouwen met wit blond haar worden vaak koud genoemd. Anita Witsier en Bridget Maasland werden vaak ijskasten genoemd. Nou, die heb ik. Ik heb die laatste twee in een grijs verleden achter de schermen wel eens ontmoet. Geloof me, hele warme en humorvolle vrouwen. Dus misschien is dat het. Laten we haar een keer van de positieve kant bekijken. Wat wil je van een politicus, afgezien van haar kleur? Hij of zij moet een beetje slim zijn, toch? Nou, ze heeft gestudeerd aan universiteiten in Cairo, Oxford en Exeter. En ook nog in Klingendaaltje meegepakt. Hé, geen dommertje. Je wil niet Dion Graus en zijn bodyguards naar de G7 sturen. Je moet iets van de wereld gezien hebben als minister van Buitenlandse Zaken. Nou, ze heeft zeker 8 ijsberen weggevlogen bij de Verenigde Naties. Kent het Midden-Oosten, zeer goed, ook geen nadeel. En ze is zelfs in Niger geweest. En een zeer ervaren diplomaat. Nou, dan heb je een leuke portfolio. Waarom dan zoveel bagger? Ja, waarom? Laten we dat bekijken aan de hand van 3 uitspraken. Eerst Afghanistan. Op de vraag of niemand bij Buitenlandse Zaken de Taliban had zien aankomen, zei ze: omdat ze ten dele kampen met een verschrikkelijke onvoorziene situatie. Ik zou het graag anders zien. En wie dat kan, nou, dan is daar een Nobelprijs voor. Een Nobelprijs voor degene die de Taliban had zien aankomen in Kabul. Nou, gefeliciteerd met de prijs. Engelsen en Fransen, 2 maanden geleden al bezig met de aftocht. Je hoefde echt geen spionagesatelliet te hebben, hoor. Gewoon al weken CNN volgen. Wat zeg ik? Kijk één vandaag. Wat zeg ik? Had gewoon Veronica Inside aangezet, mevrouw Kaag. Maar als er dan eerder... Ik kan me herinneren dat wij volgens mij in Zeist al over die tolken... Het ja, dat ze weg zouden moeten dat daar, is ja. Weken geleden. Ik wed dat er een oude aflevering van Bassie en Adriaan is waarin het ook al werd voorspeld. En dan uitspraak 2, oftewel, hoe koud kun je je boodschap serveren? Toen bleek dat er veel meer Nederlanders in Kabul vastzaten dan gedacht. Wees mevrouw Kaag erop dat er wel al jaren een negatief reisadvies gold in het land. Ja, en daar heeft ze gelijk in. En lekker ingedekt, wijfie. Maar dat is hetzelfde als zeggen tegen moeder wie je kind net is overreden. Ja, mevrouw, 5 meter verder was dan een zebrapad. Maar uitspraak 3 zegt misschien wel het meest over het holle frasenkanon van D66. Weet u nog het Pieter Omtzigt-debat? Wat zei ze tegen Mark Rutte? Ik dacht, oké, dit voelt als nieuw leiderschap. En hier scheiden onze wegen. Want in de politiek en het leven heeft een mens hopelijk goede gezondheid, maar het grootste goed is de individuele integriteit. Bam! Pak aan, Markie. Hier scheiden onze wegen. Dit was de kans om het te laten zien, dat nieuwe leiderschap. Maar nee, het werd dikke mik met Mark. Haar nieuwe leiderschap bleek nog meer achterkamertjes en fietsenhokken en machtspolitiek. En dan helpt Exeter en Oxford ook niet meer. Dan is het wel klaar. Misschien nog een andere haarkleur. Baat het niet. Het schaadt ook niet meer. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu.